Het is weer de hoogste tijd om de mening te peilen van onze Maastrichtenaren. Het is immers 11:55. Ja, leuk. Gefeliciteerd. Ik doe zelfs conservatorium. Dus ik ben er wel helemaal voor. Wij hebben in Delft heel veel grachten en alles is heel klein. En hier is alles heel groot. Grote gebouwen. Wel echt gaaf om te zien. Ja, fantastisch. En ook voor, wat denk je dat het teweeg zou brengen in Maastricht? Ja, nog meer toerisme. Dus het zou prettig zijn voor de stad. Ik vind het goed dat mensen zich daarin zetten. Cultuur is toch wat ons maakt. En ik vind dat daar eigenlijk al genoeg op bezuinigd is. Maastrichtenaren leren over de grens te kijken. Cultureel centrum, oké, dat moet, hè. We moeten verdienen, toch? Nederland moet bloeien. Maar ja, goed, het gaat toch ten koste van de mensenrechten. Hè? Dus wat ik al zeg, mensen, minderheidsgroepen worden gediscrimineerd. En ik heb er ook het gevoel dat, je moet een schone stad hebben. Je hebt rijke lui misschien hier nodig. Mensen moeten er beter uitzien. Schooiers als mij zijn niet welkom. Die gewoon eigenlijk slachtoffer zijn van maatregelen van de overheid zelf. De cultuur, dat is niet alleen voor het amusement. Maar het draagt ook bij aan de ontwikkeling van kinderen. Maar ook van volwassen mensen. Ik denk dat het Maastricht heel erg goed zou doen. Maastricht staat natuurlijk al heel lang in de picture als toeristische stad. Maar culturele hoofdstad is volgens mij nog nooit geweest. En een boost kan Maastricht op dit moment wel even gebruiken.